In de uiterwaarden bij Winsen is een bord van Staatsbosbeheer vernield. Dit is al vaker gebeurd in dit gebied, maar nu zaten er wel heel grote gaten in het bord. Het bord wijst erop dat honden niet mogen loslopen in het gebied omdat het om een natuurlijk begrazingsgebied gaat. De gaten zijn waarschijnlijk veroorzaakt door kogels met een doorsnede van 12 mm. Kogels van dit kaliber worden vaak gebruikt in jachtgeweren.